Welkom, lieve Ram, fijn dat je weer kijkt. Dit is jullie reading voor de eerste twee weken van mei alweer. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat en dat je gezond mag zijn en gelukkig. We gaan kijken wat de energie is voor de maand mei. Ik heb hier ook al het kaartje van de maand mei liggen. De eerste twee weken, zoals jullie van mij gewend zijn. Ik wil jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, middels de nieuwe abonnees, de bezoekjes om privé-readingen, maar ook de vele liefdevolle, warme berichten op mijn kanaal en natuurlijk ook per e-mail. Vooral ook het medeleven met mij en natuurlijk ook met Mucky en de kleintjes. Ik krijg veel berichtjes over adoptie. Ja, dat is mogelijk uiteraard, want het zijn kittens van het asiel. De kittens kunnen geadopteerd worden vanaf 12 weken. Meestal 1, 2 weken daarvoor, dan worden er mensen uitgenodigd die interesse in adoptie hebben. Daarvoor moet je wel een persoonlijk bezoek brengen aan de kittens, want we moeten wel zien of er een connectie is. Dat is mijn taak, onder andere als vrijwilliger, om te kijken of er een connectie is tussen het kitten of de kittens en de nieuwe eigenaar. Mocht je interesse hebben, ja, ik woon wel in België. Als dat voor jou te ver is, ja, dan adviseer ik je om contact op te nemen met het asiel bij jou in de omgeving. Want het kittenseizoen komt eraan, dus er zijn op een gegeven moment kittens genoeg. Voornamelijk nu tot en met november, zeker als het niet al te koud wordt. Dus mensen die wel interesse hebben in een van de kittens die wel in de buurt wonen. Ik woon zelf in Lommel, dat mag je dan wel weten. Die mogen met mij contact opnemen. Ik kan dan de procedure verder aan je uitleggen. Ik kan de contactgegevens doorgeven van het asiel. En de tarieven van de kittens. De kittens worden helemaal ontwormd, gecastreerd, gevaccineerd en gechipt meegegeven bij de adoptie. Oké, dat wilde ik even gezegd hebben. We gaan kijken allereerst waar deze reading over gaat met de astrale huizen. Wat mogen wij weten voor de ram? Wat mogen wij weten voor de ram? Het gaat over je carrière. Sorry voor de mensen die op de liefde aan het wachten waren. Maar als je graag iets over de liefde wil weten, mag je me natuurlijk ook persoonlijk contacten voor een privé reading. En anders kijk, blijf gewoon het kanaal volgen. Wat mogen wij weten voor de ram op het gebied van de carrière, spirits en guides? Oh, is die kaart relevant? Ja, oké. Dan zal ik hem zo pakken. Je zult misschien gemerkt hebben dat mijn readings een beetje veranderd zijn. Ik doe veel meer dan voorheen intuïtief lezen. Dat is een bericht die ik van mijn gidsen door heb gekregen. Ik moet meer met ze in contact staan. Dus vandaar. Dit is wel genoeg, hè, spirits? Allemaal? Nee. Deze? Ja. Deze? Nee. Oké. Deze? Ja. En die? Nee. En die op de grond leg? Ook. Oké. Nou, waar ligt die? Ah, daar. Oké. Nou, we gaan eens kijken. Voor jullie carrière of werk krijg ik de grashopper, oftewel de sprinkhaan. Situations in the balance that requires careful handling. Dus
Dus je moet voorzichtig zijn om de boel in balans te houden op het werk. Dan hebben we funnel, een periode van frustratie, maar dit is nodig om de lessen te leren. En ik heb de veer. Someone you know is undependable and insecure. Pas op, iemand die je goed kent. Voor sommigen is dat een partner, een huidige partner of echtgenoot. Klopt dat, spirits? Ja. En je denkt dat je daarop kan bouwen, maar dat is niet zo. Deze persoon is niet helemaal zuiver. Oké. Dus pas op, misschien als je veel centjes hebt. Nog één kaart voor die persoon die insincere is en undependable. Mag ik daar nog een kaart op? Daar iets meer over weten. Ik leg die te kaart trouwens hier. Ik vind niet dat die daarbij past. De vaas. Secret admirer. Dus je hebt ook nog iemand die jou in het geheim aan het bewonderen is. Dus laat die andere. Is dat dezelfde persoon? Is dat dezelfde persoon? Even voor. Nee, dit is iemand anders. Dus advies is denk ik om op te passen met je carrière, met je geld. Je hebt iemand die interesse in je heeft. Maar die ander met wie je bent, die is niet te vertrouwen. Dus pas op. Oké. Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors. Wat mogen wij weten over in eerste instantie die persoon die onberekenend is, onbetrouwbaar en onzeker? Ik krijg door, dit is een hele belangrijke les voor jou om te leren. Om je intuïtie te volgen. Wie jij wel en niet kunt vertrouwen. Oké. Wat mogen wij weten over undependable en insincere? Undependable en insincere. Insincere. Deze persoon moet nog geheeld worden, vandaar dat deze persoon onzeker is. Is niet volwassen genoeg. Gedraagt zich daarom ook niet volwassen. En is daarom zo onberekenend. Oké. Die secret admirer. Secret admirer. Deze? Nee. Oké. De secret admirer. Mogen we daarvan weten? Deze? Ja. Die heb jij zelf gemanifesteerd. Waarschijnlijk voelt jouw intuïtie al dat de persoon die nu bij je is, dat dat niet de juiste persoon is die bij je past. Dus je hebt misschien bewust en anders onbewust heb je deze nieuwe persoon al gemanifesteerd. Die staat klaar voor je op het moment dat je bij die ander vertrekt. Wat mogen we weten over de carrière? Je krijgt door, je wordt glansrijk. Maar de huidige persoon, die kan jou in disbalans brengen. Er komt een verandering. Nou, je ziet, hij lacht. Een glansrijke, succesvolle carrière.
En de bodem, of de, ja, hoe zeg je dat? De top is nog niet in zicht. Want je ziet het. Spirit, die is daar al, be die is daar, al bezig. Dat als jij dus die eerste stap zet, als je bij die persoon weggaat, dat je dus die glansrijke trap op mag van die carrière. Je gaat veel geld verdienen. Mensen. Je wordt een bekende, mensen gaan weten wie je bent. En bovendien voelt het voor jou geen werk, vandaar dat je deze jonge man of vrouw ook zo ontzettend hard ziet lachen. Maar het is dus de vijf kaart, betekent wel dat je je huidige situatie moet gaan veranderen. En dat is niet gemakkelijk, hoor ik. Mag ik nog meer weten over de vier van zwaarden? Vier van zwaarden, mag ik daar nog meer over weten? Ja, dan krijgen we de duivelkaart. Dus die persoon met wie je nu bent, ja, die is toxic, die is giftig, die heeft waarschijnlijk ook slechte gewoontes, bepaalde verslavingen hoor ik. Drinkt te veel, rookt te veel. Verzorgt zichzelf niet. Door die onzekerheid hoor ik. Mogen wij weten van The Magician? Over die Secret Admirer. Mogen we daarvan weten? Alle twee? Nee. Deze? Die? Oké. Okay. De ridder van staven. Deze persoon heeft heel veel passie voor jou. Die observeert je nu. Die kent jou via vrienden. Heeft al een heel poosje een oog op je. Heeft nog een afwachtende houding. Heeft twijfels of jij wel of niet bezet bent. En is daarom extra voorzichtig. Maar voelt heel veel passie voor je. Kijk maar eens naar die kaart. Vurig rood. En ook die passie die uit die trommel komt. Mag ik weten wat het advies is voor de ram? Het advies? Ja, zet die stap. Gaan wij die ene persoon weg die onzeker is. Zet de stap in het diepe. Durf voor jezelf te kiezen, krijg ik door. En dan word je en succesvol en je krijgt ook nog een nieuwe liefde. Die het goed met je bedoelt, die krijg je dan ook nog eens cadeau. Je krijgt dit cadeau omdat je heel veel en heel lang al in deze connectie zit. Het zal heel moeilijk zijn om hier los van te raken, maar daarom is de beloning des te groter, hoor ik. Dus een succesvolle carrière. Iemand die heel veel van je gaat houden en is de soulmate? Ja. Dus heb vertrouwen in spirit en zet die stap voorwaarts. En dan, miracles are endless. Dus de miracles, de wonderen zijn eindeloos dan. Dat is nummer 6. 15, hè, dat maakt 6. Dit is een grote les die jij gaat. Jij wordt op de proef gesteld of je deze les geleerd hebt. Je hebt namelijk heel erg hard aan jezelf gewerkt. Het lijkt erop dat die zelfliefde dat die gegroeid is bij jou. En Spirit gaat jou testen. Jij moet deze persoon achter je laten. Hou jij genoeg van jezelf om dat te doen? Zo ja, word jij dus rijkelijk beloond met een succesvolle carrière,
waarbij je heel veel geld gaat verdienen, zorgeloos leventje en ook nog op de kop toe iemand op jouw niveau die heel veel van je houdt. Oké, nou, heel mooi. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Zo niet mag je altijd nog met mij contact opnemen als je interesse hebt voor een privé-reading. Heel veel liefde en licht. Namaste.